places, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Ik ben op weg naar de galerie Beeldend Gesproken. En Beeldend Gesproken is een instelling voor kunstuitleen. En het is kunstuitleen van werk van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. En dan zult u misschien denken als u dat hoort, hij is op weg voor goede doelen of zo. Nee, hij is op weg om te kijken naar goede kunst. Daar ben ik van. En dat ga ik u laten zien. Wauw. Moet u dit eens even zien. Dit is lijkt wel eind 19e eeuw. He, dit is Bouguereau of zo'n salonschilder uit die tijd. Ik heb eens een tentoonstelling gemaakt, Fatale Vrouwen. En toen kon ik mij dagelijks verlustigen in dit soort marmerblanke types. He, kiet, zegt hij, ook met die engelen in dat roosje en dat graf. Je denkt ook aan alles tegelijk als je zo'n schilderij ziet. Of je denkt gewoon kiet. Maar wat gebeurt er nou, zoals Steven van den Broeke doet, als je kiet weer opnieuw gaat schilderen of na gaat schilderen? Wat is het dan? Het gaat ook gek genoeg over het kunstgebeuren. Ik heb wel eens gehoord dat hij dat zelf heel erg ontkent. Maar dit gaat er nou juist heel erg over. Dus daar ga je heel ingewikkeld over nadenken. En dat is vast ook de bedoeling. En het is wel heel erg fascinerend, zo'n schilderij. Talent schept verplichtingen, dus ik zal wel, ja, toch dit moeten doen, of dat het de bedoeling is. Wat klinkt misschien vreemd dat ik dat zeg, maar ik geloof wel dat er een soort voorbestemdheid zit in de dingen die je meemaakt. Dit is een. Het klettert ook helemaal. Er zit horgaas voor. Ik had ook weer zoiets dat ik te veel. Ik had het plan, ja, om dit op de vloer te leggen, dat horgaas. Een dwaas plan. Maar ja, ik zat ineens met 7 meter horgaas. En toen bleek ineens dat het dus de bedoeling was om dat hiervoor, voor een schilderij te, omdat het een soort zweem geeft. En misschien ook omdat ik het nog nooit eerder gezien had. Dus dat je dan toch, door goed te luisteren naar de intuïtie in jezelf, met een iets komt wat dan toch weer, ja, iets is wat nog niet eerder is gedaan. Ik schilder eigenlijk als een soort dagtaak. Dus probeer om je niet te laten leiden door het beroemde inspiratie, maar het gewoon als een ambacht beschouwen. En ik maak ook soms portretten en dan kan je in opdracht werken. En dat is eigenlijk heel fijn, omdat ik het eigenlijk niet zo heb op dat hele kunstgebeuren. Ik vind het altijd ontzettend verheerlijken van personen en interessante verhalen. En,
gewoon hard werken. Zet toe. Ik schilderde al lang voordat ik een ziekenhuisopname kreeg, doordat ik in de stad in elkaar ben geslagen. En sindsdien ben ik dus psychiatrisch patiënt geworden, omdat ik toen allerlei gedragingen vertoonde die niet normaal werden beschouwd. En ik schilderde dus, ben gewoon op de Rijksacademie op mijn 18e begonnen met de bedoeling om het kunstenaarsvak te gaan doen. Maar die zeiden na het vooropleidingsjaar van, je moet maar eens wat littekens oplopen. Dat is dan ook gebeurd uiteindelijk. Met een traan in mijn oog. Maar misschien wel goed ook. Je leert wel dingen waarderen doordat je, de zin van ziek zijn is vaak dat je heel wordt. Dit schilderij is vanaf een foto van die geisha en dan met verfroller opgezet en dan de details met kwastje ingeschilderd, zoals ik nu dus de laatste krassen, nagelkrassen nog en de gehavendheid van de schoonheid probeer weer te geven.